dacht van, hey, weet je, het is best wel leuk om op de Dutch YouTube Gathering een video te maken. Nee, ik ben niet de fake Tolkan. Deze map maakt me gewoon depressief en ik wil nu gewoon uit het raam springen, maar ik doe het niet onder... Hallo jongens en meisjes van Tolkan als Gamer, welkom weer bij deze nieuwe video jongens en meisjes. Vandaag weer TNT Run, er zijn fucking veel dingen gebeurd en er komen dingen aan die best wel leuk zijn. Dus ik dacht, hey, ik maak een TNT Run video, want dat is natuurlijk weer de beste manier om gewoon dingen te vertellen waar ik over zin in heb om te vertellen, anders... Ja. Ik wil het vandaag hebben over de Dutch YouTube Gathering, de aankomende video waar jij mee kan doen. Dus blijf kijken, druk op dat duimpje omhoog en de comment van de dag is van Champoulijn, ik ben niet lui. Ik ben extreem gemotiveerd om niks te doen. Kijk, Champoulijn die snapt het leven gewoon, oké? Ik ben ook niet lui. Wij zijn allemaal niet lui. We hebben gewoon helemaal geen zin om iets te doen. Wil jij met je reactie in mijn video komen? Druk dan op de duimpje omhoog en zet iets heel droogs hier beneden in de reacties. En laten we beginnen. Ik ben op de map ATO, een fucking chille map. Op deze map win ik meestal, dus ik hoop natuurlijk dat ik deze keer ook kan winnen. Maar laten we even beginnen jongens. Aankomende zaterdag en zondag is het Dutch YouTube Gathering. Ik zal er beide dagen bij zijn. En op zaterdag en zondag om 2 uur heb ik een meet and greet bij de Age Stand, oké? En dan denk ik van, Tolkan, oké, lekker boeiend, weet je. Niemand wil je zien, fuck off, ga weg. Niemand wil je meeten en whatever, of met een foto gaan of handtekenen, fuck jou. Of jullie denken allemaal niet zo. Ik hoop dat jullie niet zo denken. Ik hou allemaal van jullie. Ja. En als ik jullie op de YouTube Gathering zie, dan wil ik jullie allemaal zien. Want dat is cool. En jullie willen mij zien, toch? What the fuck doe ik? Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen is dat jij sowieso met mij op de foto kan en al dat soort dingen. Want ik ga ook namelijk rondlopen. Ik ga de hele dag. Letterlijk. Oké, ik ga niet de hele dag rondlopen. Want dat is best wel vermoeiend. En dan ga ik dood. En dan ga ik zweten en zo. Dat wil ik ook niet. Want ik wil wel zeg maar in de avond weer naar een hotel of zo. Maar. Laten we erop houden dat ik sowieso er ben en jullie zullen me vast wel zien. Ik had dus een leuk idee in gedachten. En wat ik wou doen is een video maken. En jullie weten van, hey Tolkan, ja, dat was best wel lang geleden. Dat was iets van 3-4 maanden geleden, fucking lang geleden. Ik dacht van, hey, weet je, het is best wel leuk om op de Dutch YouTube Gathering een video te maken. Dat is, oh mijn god, ik val in één keer naar beneden. Wauw, ik doe het heel slecht. Maar dat is best wel geniaal, toch? Dat jullie allemaal fucking op de achtergrond zijn en gekke dingen gaan doen. En dat ga ik dus doen. Dat ga ik dus om 2 uur doen, op zaterdag en zondag. Ook ga ik gewoon rondlopen en ga ik dat gewoon bij random mensen doen. Gewoon echt heel droog, gewoon een heel droog video. Wil ik maken, dat is tenminste leuk, daar heb ik zin in. Dus dat ga ik doen op de Dutch YouTube Gathering. Dus als jij daar zin in hebt om mee te doen, moet je gewoon even mij aanspreken. Van, hey Tolkan, mag ik erin? En dan gaan we dat doen, want ik wil gewoon één groot iets doen. En dus als je mij gewoon ziet en ik wil meedoen, zeg dat dan. Gewoon, hey Tolkan, kom meedoen met je video en anders schiet ik je neer met deze pistool. En dan, ja, oké, dan zeg ik gewoon, ja, dan ga ik geen nee zeggen. Snap wat ik bedoel? Tenzij je echt een pistool in je hand hebt, want dan ga ik naar de beveiliger lopen. Ik bedoel, dat is wel logisch, toch? Dat snappen jullie toch wel. Hoop ik. Oké, maar verder, wat doe ik de hele dag? Het is mijn vakantie, jongens. En altijd in de vakanties, dan speel ik fucking veel League of Legends, oké? En dan denk ik, Tolkan, weet je, wat doe je met League of Legends? Dat is een fucking leuk game. Ja, en ik ben verslaafd of zo. Het is fucking leuk, ik speel het de hele dag. En het is fucking leuk, en het is nogmaals fucking leuk. Dus ik doe het de hele dag, en het is leuk. Oké, nogmaals... Dus ongeveer, hoe vaak heb ik het leuk gezegd? 5 keer? Ja, het is gewoon 5 keer leuk, oké? En dat is dus wat ik de hele tijd doe. En dat is misschien niet heel goed voor me, maar hey. Op zich, het is vakantie, weet je. Als school weer begint, kan het niet meer. Dus ik geniet gewoon van mijn tijd. Ik geniet gewoon van mijn... Ik geniet gewoon van mijn vakantietijd. En dat moet jullie ook doen. Ik heb geen idee wat jullie allemaal in de vakantie doen. Dus als jullie ook een game hebben, die jullie fucking 24/7 spelen, zoals Minecraft. Misschien dat kan Minecraft zijn, dat kan fucking ook League zijn, dat kan, weet ik veel, Counter-Strike zijn, alles. Weet je, zet het dan in de reactie. Ik ben best wel benieuwd. Ik ben best wel benieuwd naar jullie dingen die jullie doen. Weet je, dan voel ik me ook goed, weet je. Dan ben ik niet de enige die denkt dat hij zijn leven verspilt, terwijl dat misschien ook wel waar is. Maar ook aan de andere kant niet is. Maar verder, we hebben de 40.000 abonnees gehad op YouTube. Dat is fucking gek. Ik ben fucking blij met de 40.000 abonnees. Oh, ik heb het gehad. Holy shit. Dat was heel close. Maar we hebben de 40.000 abonnees gehad. Het gaat fucking snel. Ik ben er heel erg blij mee. Bedankt daarvoor. Sowieso bedankt. En ja, dit maakt me gewoon natuurlijk fucking blij. En ik weet niet, hoeveel double jumps heb ik nog? Ik heb 2 double jumps. Ik zit in de top 5. Ook al was ik in het begin fucking in één keer naar beneden gesprongen. En dat maakt dus totaal niet uit bij 10 tieren. Weet je, ook al ga je in één keer naar beneden. No. Fuck. Het is namelijk weer zover. Het was weer een tijdje geleden dat ik op deze map heb gespeeld. En dat komt gewoon puur omdat ik deze map zo fucking haat. Het is namelijk Tombat. De meest kutste map die je ooit in je fucking leven zal tegenkomen. Omdat het fucking donker is en je geen fuck ziet. En deze... Jongens, deze map maakt me gewoon depressief. En ik wil nu gewoon uit het raam springen. Maar ik doe het niet omdat ik een video maak. Omdat ik jullie het niet gun om dat te zien, oké? En anders zou ik het doen. Kijk, ik ga gewoon weer naar beneden van, want ik heb scheid. Weet je, fuck deze map. Oké, en als jullie afvragen van, hey Tolkan, waarom draai je trouwens een petje op? Nou, ik wou eigenlijk naar de kamp gaan vandaag, maar ik ben fucking lui. Omdat ik, daarom heb ik die reactie ook gepakt, omdat ik zeg maar fucking lui ben, snap je? Ja, snap je de referentie? Ja, ik ben echt fucking goed in deze... Ik ben fucking... Ik weet niet, ik wou zeggen, ik ben fucking goed in deze game, maar dat ben ik niet, omdat ik nu fucking hard naar beneden val. Maar als ik dat wel, als ik bijvoorbeeld heel goed zou spelen, zou ik dat gewoon zeggen. Whatever jongens, ik heb dus daarom een pet op. Ik ga morgen waarschijnlijk naar de kapper. Of vanavond nog. Ik weet niet eigenlijk. Ik heb echt geen idee wanneer ik naar de kap ga. Maar ik moet sowieso morgen of zo naar de kap gaan. Want voor de gathering moet ik natuurlijk wel mooi boy uitzien, jongens. Ja, want dan, jullie gaan natuurlijk met me allemaal op de foto. En dan denk ik zo van, wow, yo, ik moet ook goed erop. Okay. Maar jullie kunnen trouwens ook snoep voor me meenemen. Is gewoon lekker. Weet je, dan kunnen we samen snoep eten.
Snap je, neem ook wat voor jezelf mee. Ja, en dan gaan we naast elkaar chillen. Gaan we snoep eten. Dat is toch goals, jongen? Dat is goals, weet je? Ik zie overal op Twitter van goals dit, goals dat. Weet je wat fucking goals is? Op de Dutch YouTube Gathering snoep krijgen. Ja, als YouTuber. En dan gewoon met kijkers chillen in het snoep eten. Dat is pas fucking goals, jongens. Holy shit. Dat moeten we doen. Fucking... Dat is een fucking goed idee. Oké, weet je? Dat is een fuck... Dat gaan we gewoon fucking doen, oké? Dat gaan we gewoon fucking doen. Dus ja, we hebben al een idee. We hebben al alles ingepland voor de Dutch YouTube Gathering nu. Oh shit, ik ben weer dood. Oké, ik ga nog één laatste game doen. En dat ga ik op deze mini map moeten doen. En dat ga ik gewoon doen omdat het leuk is, weet je? Downfall. Het is een fucking gare map. Ik zeg het je eerlijk, want het is zo klein. Hier kan je echt in winnen. Waarom je hierin kan winnen is puur omdat, ja, ik heb geen idee. Maar nee, het is heel logisch. Er zijn fucking veel lagen. Dus als jij op een gegeven moment hier blijft, bovenop blijft, dan heb jij een grote kans om te winnen. Omdat iedereen in één keer naar beneden valt, moet jij dus een beetje rustig gaan lopen. Vooral lopen. Bij kleine maps niet sprinten, oké? Als jij sprint op kleine maps, dan ga je in één keer sowieso naar beneden vallen. Dus doe rustig aan, adem in je ballen, zoals ik het altijd zeg. En doe gewoon rustig en loop. Oké, lopen. Is niet zo moeilijk. Kijk wat ik nu doe. Oh shit, dat tel. Twee mensen fucking... What the fuck deden hun daar? Oh shit, ik ben op de laatste laag. Dit is niet chill. Dit is niet fucking chill. Oh shit, ben ik weer vijfde? Ik ben echt 4 keer, 3 keer achter elkaar. Oh nee, hoeveel games heb ik gespeeld? 3. Derde keer in de top 5. Dat is niet chill. Ik wil gewoon een keer winnen, man. Kom op, kan ik even winnen? Even om het goed af te sluiten voor YouTube. Jongens, kun jullie even allemaal vallen naar beneden alsjeblieft? Dat zou ik heel erg waarderen als jullie dat zouden doen. Ik zou het prijs stellen. Please, doe dat. Nee, ik ben niet de fake Tolgan, normal PvP. Ik ben gewoon echt, oké? Ik weet niet waarom altijd iedereen zegt dat ik fake ben. Maar ik ben niet fake. Ik ben gewoon echt. Kijk, ik speel op YouTube. Ja? Oh shit, ik ben dood of niet soms. Bedankt voor het kijken in deze video. Ik vond het leuk om te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ik zie je hopelijk op de Dutch YouTube Gathering. Dan zie ik jullie weer ooit. Nou kijk, eigenlijk op de YouTube Gathering. Maar...